NRC leest de logica van het moorden van Afric Campbell, een debutante. Een debutante die in de afgelopen weken in Nederland in ieder geval een culthit is geworden. Ze werd voor het eerst besproken, let wel, in NRC Handelsblad door Bas Heijne. En van daaruit begon de victorie. Het boek was toen nog in het Engels, is inmiddels in het Nederlands vertaald. En je mag wel zeggen dat het een verschrikkelijk goed boek is. Eerst even iets over Afric Campbell. Wie is ze? Een Ierse schrijfster, een teruggetrokken schrijfster en een schrijfster met een curriculum vitae waar je vraagtekens bij zet. Ze lijkt wel verzonnen. Ze heeft van alles gedaan. 12 ambachten, 13 ongelukken, van investeringsbankier tot psychotherapeute. En dat laatste is eigenlijk erg belangrijk, want Afric Campbell heeft een roman geschreven waarin een psychiater in de hoofdrol is. De logica van het moorden is een roman die is gebaseerd op een waar gebeurde moord uit 1971 op een taalkundige, Richard Montague. En die moord is nooit opgelost en eigenlijk neemt Afric Campbell het in haar fictie vanaf daar. Haar hoofdpersoon is Jay Hamilton en dat is niet zomaar een psychiater. Het is een psychiater die zijn patiënten uitzuigt, die er niet is om ze te genezen, maar die er is om hun verhalen naar boven te halen en daar zelf goede sier mee te maken. Hij voelt zich romancier, hij schrijft verhalen, heeft er een beetje succes bij. En of hij nu voor die verhalen zijn patiënten bijna de dood in moet jagen, dat kan hem helemaal niks schelen. Hij is met recht een echte, slechte psychiater, een vampier. Toch is het niet het verhaal van deze psychiater dat op zichzelf al interessant genoeg zou zijn. Het is het verhaal van de moord op zijn broer. Want zijn broer is 30 jaar geleden vermoord. En er is een biografe op het spoor van die broer. Die schrijft een biografie en die wil weten hoe het allemaal precies gegaan is. En ze begint ook dingen te ontdekken. En wat je in de logica van het moorden dan ziet is hoe die biografe in gesprek raakt met Jay Hamilton en hoe Hamilton het steeds moeilijker krijgt om te verbergen wat er werkelijk gebeurd is 30 jaar geleden. De logica van het moorden is een roman die dwingend is geschreven en die dus een hele onsympathieke hoofdpersoon in de hoofdrol heeft. Een wolf in schaapskleren, hoewel die schaapskleren, dat kun je eigenlijk niet helemaal zeggen. Dit is een sessie bij de psychiater. Denk je echt dat je vrouw over je onbenullige affaire wil horen? Had hij Alex eens gevraagd, die 3 sessies had gezwolgen in schuldgevoelens na een maand lang fantastische seks te hebben gehad met de persoonlijke assistente van zijn collega. Wie heeft er in dit geval behoefte aan de waarheid? Vroeg Jay toen Alex tegenwierp dat hij het nodig vond om alles aan zijn vrouw op te biechten. We hebben altijd gezegd dat we geen geheimen voor elkaar zouden hebben, jammerde hij. Dat was je eerste vergissing, zei Jay. Geheimen horen goed bewaard te zijn. Ze verhullen de lelijke kwetsbaarheid van ons mens zijn. Alex schudde het hoofd. Nee, nee, zo is het tussen ons nooit geweest. Jay boog zich naar voren. Denk je nou echt dat jouw vrouw uit jouw mond wil horen wat ze eigenlijk al vermoedt? En wat ze moet ze met die wetenschap? Wil je dat ze haar vernedering slikt en je vervolgens smeekt te blijven, zodat jij het gevoel kunt hebben dat alles vergeven is? De waarheid dient altijd de verteller. We gooien alles eruit om absolutie te krijgen, omdat we het niet meer kunnen verdragen om in de kerker opgesloten te zitten met onze eigen zwakte. We vertellen de waarheid om het juk van de schuld af te kunnen werpen. De logica van het moorden wordt door de Nederlandse uitgever gemarket als een thriller. Heel slim natuurlijk, maar ondanks de twists die erin zitten en het feit dat er inderdaad op het eind een moord wordt opgelost, is het toch veel meer dan dat. En dat komt door de verschillende lagen die erin zitten. En de voornaamste laag, die zag je net ook al in het fragment dat ik voorlas, dat is die tussen waarheid en fictie. Tussen wat we willen weten en wat we absoluut niet willen weten. En de fantasie die werkelijkheid wordt en precies omgekeerd. Met die dingen speelt Afric Campbell in dit boek. Het is spannend, het is intrigerend, het is eigenlijk een volledige leeservaring. Je kunt dan eigenlijk niet anders zeggen dan dat dit een droomdebuut is.